lieve schattenbollen. Deze week gaan we de mama's eens in de bloemetjes zetten. Want nu zijn we al zo lang thuis. En die mama's die zorgen zo goed voor ons. En op zondag is het dan ook nog eens moedertjesdag. En we hebben nu op school niks geknutseld. Sommige kindjes hebben wel een cadeautje in hun bundeltje zitten. En andere kindjes kunnen misschien thuis iets moois maken voor mama. Maar vooral die mama's ga ik deze week speciaal lieve verhaaltjes vertellen. En misschien kan je samen met mama lekker op schoot samen luisteren naar mijn lieve verhaaltjes. Speciaal voor mama. Anna en haar lieve mama. Anna heeft de liefste mama van heel de wereld. Ze zorgt goed voor Anna. Elke dag opnieuw. Vandaag wil Anna mama een keertje helpen. Ze zijn alleen thuis met z'n tweetjes. En het wordt een leuke klusjesdag. Eerst gaan mama en Anna samen boodschappen doen. Anna mag achter op de fiets. En als ze bergaf gaan, fietst mama supersnel. Maar als ze bergop fietsen, fietst mama traag. Allee mama, een beetje sneller fietsen, roept Anna. Maar mama, die is super hard aan het trappen, die hoort haar niet. In de winkel rijdt mama met de grote winkelwagen en Anna met het kleine winkelwagentje. Anna wil haar wagentje volladen met snoep. Maar dat mag niet van mama. Anna mag wel één pakje koekjes kiezen. En ook iets heel lekkers voor haar boterhammen. Thuis helpt Anna om de boodschappen terug weg te zetten. Koekjes die moeten in de koekjeskast. En fruit, kaas en vlees... Dat moet in de koelkast. Kom aan, zegt mama. Nu gaan we de vuile kleertjes wassen. Anna mag alles wat rood is in de wasmachine stoppen, zoals de broeken en sokken en onderbroeken en t-shirts. Deurtje dicht, spoeder erbij, op het knopje duwen en wassen maar. Heeft ze alles wat rood is erin gestopt? Goed, Anna. Flink zo. Oh nee. Anna kijkt door het raampje van de wasmachine. Oh nee. Ze schrikt. Konijn zit in de rode was. Mama. Konijn is helemaal niet rood, konijn is blauw. Mama, roept Anna. Mama! Mama kan de wasmachine niet meer stoppen. Dus konijn moet blijven zitten tot de wasmachine klaar is met draaien. O jee. Anna en mama hangen samen de was op. Waarom is konijn zo rood? Is konijn misschien wel ziek? Vraagt Anna verbaasd. Nee hoor, zegt mama. Konijn is helemaal niet ziek. De rode kleren in de wasmachine, die hebben die vlekjes gemaakt. Anna kijkt een beetje sup. Konijn wordt weer mooi blauw als we hem nog een keertje wassen, troost mama. Kom, nu gaan we iets leuks doen. In de keuken bakken mama en Anna een taart. Ze wegen bloem en suiker en boter af en tellen 4 eitjes. Dat mixen ze goed door elkaar en de deeg is klaar. De taart gaat de oven in en Anna mag de pan uitlikken. Dat is al lekker.
Het hele huis ruikt heerlijk naar taart. Stilletjes gaat Anna naar haar kamer en met haar nieuwe stiften maakt ze een hele mooie tekening voor mama. En ze doet er een leuke strik omheen. Zo, nu lijkt het wel een cadeautje. Voor jou, mijn lieve mama, lacht Anna. Een cadeautje. En ze geeft de tekening aan mama. Oh, dank je, lieve Anna. En mama geeft Anna een dikke knuffel. Omdat je mij zo goed geholpen hebt, mag jij nu kiezen wat we gaan doen. Anna en mama zitten samen in bad. Wat wilt u drinken, mevrouw? Vraagt Anna. Mama bestelt een warme chocolademelk met slagroom. Anna pakt een bekertje water en schept er wat badschuim op. Alsjeblieft, mevrouw, uw kopje is klaar. Dat is dan 2 euro. Mama mag het kapje natuurlijk niet echt uitdrinken, want chocolademelk van badwater is wel een beetje supervies. Fris gewassen genieten Anna en mama van een echt kopje chocolademelk. Bijna waren ze hun zelfgebakken taart vergeten. Heerlijk, zo'n gezellig mamadagje. Zo. Dat was het gezellige mamadagje van Anna en haar mama. Geef je mama nu maar een dikke knuffel en een dikke kus. Dat vinden alle mama's superleuk. Tot de volgende keer!